Hallo kijkers van ToGamingNL, ik ben Koen van ToGamingNL. Tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van My Little Investigations. We gaan gewoon weer even lekker aan de bak, we gaan weer even lekker rond snuffelen hier in ons prachtige, prachtige ponyville. En het eerste wat we wel even gaan doen is even kletsen met deze Apple Blue, want ik denk dat dat de bedoeling is. Ik heb totaal geen idee wat ons allemaal te wachten staat. Eigenlijk wel, want ik heb hier fast forward knop. Ik heb dit spel een klein beetje gespeeld, zo net, wederom. Om wat te kijken of alles nog een beetje werkt. Best wel bad voor mij, maar ik ga gewoon niks... Ik ga deze dialoog ga ik gewoon lekker door laten spoelen. Dit wordt een conversatie episode, want de dialoog in dit onderdeel van de game houdt niet op. Dus ja, vandaar. Ik heb geen idee, sinds nooit, want ze houden nooit pauzes. De Cutie Mark Crusaders is een groepje veulentjes. Het zijn er drie. Je hebt deze hero, je hebt Apple Bloom, je hebt Sweetie Belle en je hebt nog Scootaloo, die in de eerste episode in de introductie video te zien was. En die zijn op zoek naar hun speciale talenten, zodat ze hun Cutie Marks ermee kunnen gaan verdienen. Of dat gaat lukken? Ik zal je nu alvast vertellen, nee, dat lukt 9 van de 10 keer gewoon totaal niet. Ja, daar heeft ze wel gelijk in, Apple Bloom. De Cutie Mark Crusaders houden maar niet op met het vinden van een speciale talent om een Cutie Mark te verdienen. Dus, En dan opeens houden ze pauzes. Dat is super, super, super raar. Dat doen ze normaal gesproken echt nooit. Why is she avoiding my questions? Ik heb geen idee, Twilight. Right here. Nee, dat heb ik ook wel door. Nee, dat klopt. We hebben een... Scootaloo hebben we nog niet eens wat over gehoord in deze hele game. We hadden het natuurlijk wel gezien aan het begin van deze serie. Maar dat is het ook wel. Voor de rest is er eigenlijk vrij weinig wat we van Scootaloo weten. Dus, Say, Applebaum, ja. Do you know where Scootaloo's been? Nowhere. I mean, somewhere. I mean, not here. I mean, I don't know. Dit gesprek gaat echt alle kanten op, gewoon. Super raar. Scootaloo, one of the Cutie Mark Crusaders. Has it been since yesterday? Alright. Geinige shit. We gaan hem gewoon gelijk naar vragen. So, did you hear about what happened to Rarity last night? Did I? That was an awful thing to happen to her. Well, don't worry. I'm on the case. And I promise you that I'll find the one who broke that window and stole from her. Oh, Scootaloo. Good luck with that. Hope you have real good luck there. That was an odd response. Okay. Bloom, you wouldn't happen to know anything about what happened, would you? Scootaloo brak door het raam heen. Huh? Wanneer dringt dat jullie nou toch eens even door? I'm not telling you something, huh? Because you just told me that you're not. Morn. Oké, we gaan er gewoon gelijk mee aan de bak. Last night interrogation. Oké, Applebloom. Time to find out what you're hiding. Oh shit. Oh nee, Pinkie Pie is er. En opeens staat de muziek uit. In ieder geval. Oké, vertel eens. Ik ben ontzettend benieuwd. Alright. Alright. Super duper excited with a strawberry. It's Pinkie Pie, don't question it. Don't you mean cherry? Zo kunnen. Nee, blijkbaar niet. In ieder geval. Ja, joh, tuurlijk. Oké, dan gaan we. Oeh. Geinig. Wat?
Ja, oké. Once you find a statement that doesn't fit with the evidence you have available, you'll want to present that evidence against that statement. Like so. Alright. Wat? What the fuck? Can I do it without that last part? Vast wel. Boring, sure. Ja joh, doe het maar gewoon lekker op de Pinkie Pie manier, dan zit het allemaal prima. Boring is fine, boring is great. Oh, and if you think you need your opponent to talk more about something they said, you can always select press for info. And you'll get them to talk, talk, talk. Like me, I love talking. Oké. I've noticed. Ja. And that's all for now. But remember, you've got to use pizzazz. Oh my god, Pinkie Pie. Duly noted. Mon. Doei! I thought she'd never leave. Okay. Ja, zeg. Dat komt vast wel goed. Applebloom? I need to ask you about where you were around the time of the crime. Huh? How come? I'm not a suspect, am I? Nee, joh, tuurlijk niet. Oh, no, I just need to know. Procedure and all. That makes sense, right? Vast wel. Sure, I guess. I wasn't really doing anything okay. Yesterday, to be perfectly honest. Most of my day was spent with Applejack helping her out on the farm. Okay. Was dat het? We finished everything up at around 6:30. Or 7? I don't remember exactly when it was. Okay. I had homework to complete for school after that. So I was pretty much just doing that for the rest of the day. Hmm. I certainly never went anywhere near Carousel Boutique. No, sorry! Okay. Ja, ik denk niet dat er nog veel meer te horen valt hierop. Maar goed, we gaan gewoon eens wel eventjes kijken wat we hier allemaal hebben. We kunnen wat presenteren, we gaan nog wel eventjes naar de cape aangeven. Wait a second. Wat? Objection. Wat? Objection, echt waar? Hebben ze dat er serieus ingegooid? In ieder geval, leuk dat ze dat erin hebben gestopt. Wat de hel? Ik heb geen flauw idee. Well, I wanted to get it. Oh mijn god, Twilight. Vast wel. Okay, I get it. I'm not a lawyer. Anyways, Applebloom, I'm afraid to say that I don't think you're being honest with me here. Oh. Huh? Of course I'm not. How could you say something like that? Oh no, I'm not being guilt tripped this time. Ooh. I found a scrap of your cape near the bridge to the Carousel Boutique. I know you were there, Applebloom. Oh, well, that doesn't mean that was left there last night, does it? Why, that was left there a long time ago, Twi. No, Applebloom. I'm afraid that one's not going to fly. Mm. Yeah, but... Your prized Cutie Mark Crusader's cape. Applebloom, come on. You can't tell me that you wouldn't get that fixed as soon as possible. Ja, dat is wel waar. Oh. Waarom druk ik steeds op die spatiebalk als dat niet nodig is? Nou ja, het zal wel. Oké, last night added to questions. Oké, ik ga het gewoon nog een keer vragen. Last night. Dit wordt een conversatie episode. Geen probleem. And why not? Cause I can. Dat is geen reden, Applebloom. Applebloom. Oh shit. You're not talking. Ja, vast wel. We gaan nu eventjes naar profielen toe, want ik weet namelijk dat je hier Scootaloo bij moet betrekken. Presenteer. How's this? You're trying to protect Scootaloo, aren't you? Oh nee, dat was niet de bedoeling. Nou ja, laat maar zitten. Yeah. Yeah, you got it. Nice. Applebloom, listen to me.
I know your heart is in the right place, but this isn't the right way to protect Scootaloo. Nee, inderdaad. There's an investigative team coming in from Canterlot to handle this case. Oh, it's shit. It's very important that I have this case closed before they get here. Oh, gaan we even de Canterlot... gaan we wel eventjes het Canterlot team eventjes gaan bashen. Moeten we lekker doen. You don't mean... They are investigation team, do you? Best wel, ja. I'm afraid I do. Okay, I get it. Mon. No more hiding. Okay, dan. I wasn't being truthful, because, well, I was awfully worried about Scootaloo. Okay. See, last night, we were rehearsing a comedy routine that we had planned to put on for Rarity's birthday, which is coming up pretty soon. We've been doing that for quite a while now. Ah, nice. Oh, right. Comedy, of course. Ja, joh, natuurlijk. Comedy is hartstikke gezellig. Hou ik wel van een beetje goede comedy. Als je een beetje een goede comedy zoekt, My Little Pony Friendship with Magic, My Pinkie Pie episodes. Geweldige comedy. Ja, joh. But you can't tell any pony about this twice. This is super duper top secret. It won't work. Super duper. Ja, joh, tuurlijk. Sure. You can trust me. Ja, joh, tuurlijk. Komt vast wel goed. Cross my heart and hope to fly. Stick a cupcake in my eye. De Pinkie Pie belofte, jongens. Super duper geweldig. Yes. Well, alright then. Alright. Anyway, we were practicing in the town square last night, like always, and things are going pretty well. We took a break during which time me and Sweetie Belle hung out by the bridge. But yeah. I don't know where Scootaloo was at that time, or what she was up to. Alright. A short while after that, we heard a sudden loud crash coming from Carousel Boutique. Whoa! We didn't know what in tarnation was happening now, so we just walked for a bit to see what was going on. Valt het je trouwens op dat we niet echt bepaald een heel dramatisch muziekje horen bij dit stukje? Ik wist er een Dreamers fix wat dramatische muziek hierbij, alsjeblieft. Ja, vast wel. Dat was overduidelijk Scootaloo. Oh, no, that can't be right. Nee. Afraid it is, Twi. I didn't know what was going on, but since it seemed like Scootaloo was in trouble, we all figured, well, better not say anything about it. I'm awful sorry. I lied to you, Twi. It's fine, really. You did the right thing in telling me all this. This is vast wel, ja. Dit kan ons wel helpen, inderdaad. Scootaloo's not a thief, Twa. You gotta believe me. You gotta help her. Promise. Zeker weten. I promise on my honor as an investigator that I will clear Scootaloo's name and get to the bottom of this. Dat komt helemaal goed. That something that's valuable? Oh my god. Yes, I promise. Vast wel, ja. Okay, testimony. Anyway, we were practicing in the town square last night. Ik ga dit niet allemaal lezen, want dat duurt alleen maar langer. En we hebben nog een extra stukje bewijsmateriaal van Scootaloo. Nice. Dat komt vast wel goed. Dat gaan we wel eventjes doen in de volgende episode. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken hiernaar. Als je hiervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende My Little Investigations. Doei!